En dan sta ik naast Gino Graus, ook een talent voor de toekomst. Ik heb net even met José gesproken. Jij staat op hetzelfde podium. Hoe is dat om op dat podium te staan? Ja, super natuurlijk, hè? Vooral die mensen en Buma, dus het is geweldig. Het gaat goed met jouw carrière, hè? Ja, het gaat super. We zijn druk bezig nu. We hebben nou net het album uit, Zweven op de Wind. En nu zijn we alweer bezig in het Duits. In het Duits? Oh, je gaat Duitsland ook veroveren? Ja, we gaan proberen om Duitsland inderdaad ook te veroveren. De teksten worden geschreven door de tekstschrijver die vroeger ook voor de Duitse teksten van Jan Smit heeft gezorgd. Ja, en die doet het nu ook voor mij. Dat is natuurlijk ook helemaal super. En dus ja, we zijn nu hard bezig. Zweven op de wind, hoe zeg ik dat in het Duits? Hursten in wind. Hursten in de wind. Ja, de letterlijke vertaling gaat natuurlijk niet, want dan lig je met bepaalde klemtonen en zo. Dus ja, hursten in wind was wel de makkelijkste tekst. Dus jij zit nou op Duitse les? Ja, Duitse les. En dat is dan vooral voor de uitspraak, hè? Want Duits zingen of vloeiend praten, dat is een heel verschil natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een heel verschil. En ik moet natuurlijk net zoals nu ook Duitse mensen te woord staan. En dan moet ik toch een aardig woordje Duits voor kennen. Ja, Jan Smit is het ook gelukt, dus dat moet jij ook helemaal lukken. Maar jij zit wel tussen die grote artiesten, sta je elke keer, hè? Want bij welk management zit jij nou? Ik zit nu bij Hollywood Records. Daar heb ik in maart een platencontract getekend. En de boekingen worden gedaan door Lucasse Producties. Jouw album Zweven op de Wind, hoe wordt die ontvangen? Ja, door in heel Nederland wordt het eigenlijk wel heel mooi en goed ontvangen. We zijn de laatste weken door heel Nederland heen getoerd met instores voor het album. En bij heel veel mediamarkten en bij allemaal soorten platenwinkels ben ik geweest. Dus het loopt heel erg goed. En dat komt gewoon uit Den Bosch, hè? Kan jij hier normaal over straat zonder dat... Gino! Meestal is het wel zo dat het nog wel normaal over straat kan. Maar er zijn af en toe wel mensen die zeggen van... Hey Gino, mag ik op de foto of een handtekening? Ik weet nog een paar jaar terug bij het Levenslied. Toen noemden ze jou eigenlijk de nieuwe Jantje Smit van vroeger. Breng mij naar het land van mijn dromen. Vroeger. Noemen ze jou nog steeds of is het gewoon Gino? Ben je daar vanaf? Ze noemen het af en toe nog wel eens. Maar dan zeg ik gewoon tegen die mensen van... Ik ben geen Jantje Smit, ik ben Gino Graus. Precies. Ja. Dat duidelijk is. Het is geen Jantje Smit, het is Gino Graus. En Gino heeft zijn eigen stemgeluid, hè? Dat even duidelijk is. Ja, de baard in de keel. Het is veel erg veranderd. Ja, want jouw stem, jij hebt de baard in de keel gekregen, dus dat is iets veranderd. Maar dat heeft toch, jouw carrière leidt daar niet om. Het gaat alleen maar beter, volgens mij. Het gaat alleen maar beter. Ook dankzij de zangoefeningen van Mieke. Want... Ja, dat is de zangcoach van Frans Bauer en die geeft mij zeg maar zangles. En door die oefeningen hou ik zeg maar de stembreuk onder controle. Heb jij nog advies voor jonge artiesten, hè, lokaal talent wat ook wil doorbreken? We doen dat ook elk jaar met Typisch Talent bijvoorbeeld. Die nog heel jong zijn, om hun, heb jij daar een goede tip voor om door te breken? Vooral doorgaan en het leuk blijven vinden. Daar gaat het om. Als je het niet leuk vindt, dan houdt het op. Dan is het, ja. Je moet wel echt voor dit vak een beetje in de wieg gelegd zijn. Ja, het hoeft niet echt in de wieg gelegd te zijn, maar als je het maar leuk vindt. Als je zingen leuk vindt en de rest van het hele plaatje, dan is het gewoon ook leuk om te doen. En wat doet Gino als hij niet zingt? Ja, naar school gaan. Je gaat gewoon naar school ook? Ja. Is dat niet te combineren met zo'n carrière? Jawel, door de week ga ik gewoon naar school. En dan ja, eventueel na school wat dingetjes. En in het weekend, dan treed ik eigenlijk op. Dus jij treedt de weekenden op. En als je dan klaar bent met school, dan ga je echt helemaal op het zingen storten. Alleen maar zingen. Ja, want dan is die regeling ook voorbij. Ik mag maar zoveel keer per jaar optreden. En als ik 16 ben, ja, dan geldt het niet meer. Dus dan mag ik onbeperkt optreden. Dus dan gewoon Gino Graus straks 300 optredens per jaar. Ik hoop het wel natuurlijk.